Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. In deze video doe ik iets compleet anders dan normaal. En dat is de predictions doen voor het WK darten. Als je je GTA-serie hebt gekeken, weet je dat ik een gigantische darts-fan ben. Maar echt een gigantische. Ik kijk alles. Ik heb een jaar abonnement waardoor ik alles kan kijken. En ik kijk ook bijna alles. WDF kijk ik, PDC kijk ik. Kijk alles. De vrouwen kijk ik soms. En in het algemeen ook de modus, ik kijk het allemaal. Dus als je darts fan bent, moet je dit zien. Zo niet, ja, ik denk niet dat je het heel leuk gaat vinden. Ik ga mijn predictions doen. Dit is dus de lijst met alle darters erin. En even kijken, je ziet ze dus hier allemaal. Je ziet al sommige geplaatst. Ik ga ook niet uitleggen hoe dit werkt. Ik ga het gewoon doen. We beginnen met bovenin. Ik ben echt een huge darts fan. Ik kijk ook alles. Momenteel staat er ook gewoon darten aan. WDF. Kampioenschappen. Ik moet even kijken tegen wie er speelt. Ik wil dit trouwens sowieso elk jaar doen. Vorig jaar wou ik het ook al doen, maar toen kon ik geen bracket vinden. En nu wel. Even kijken. Wie is tegen wie? Het is Neil Duff tegen Martin Turner. Martin Turner, whatever. Ken ik niet. Anyway, we beginnen. We gaan beginnen met de Nederlander Kevin Doets tegen Sto Buns. Nou, ik heb Doets gezien. In de, voor mij was de Players Championship Finals, dacht ik. Daar was hij best wel prima. Maar niks vergeleken met Sto Buns in de Grand Slam. Dus ik ga sowieso voor Sto Buns. We gaan gewoon de eerste rij, dan de tweede rij, derde, vierde, vijfde. En uiteindelijk de finale, je weet al. Dan gaan we naar Mike de Dekker tegen Drukkertie Horvath. Ik heb ook al gewoon de German Darts Championship, hoe heette dat? Ik weet niet meer. Oh nee, hoe heet dat dan nou? Het was in ieder geval de kwalificatie voor het WK voor de Duitsers. Waarin Horvath won. Hij was al best wel goed. Maar gaat hij Mike de Dekker verslaan? Ik vind Mike de Dekker recentelijk niet zo in vorm. Dat is een beetje het ding. Weet je wat ik ga zeggen? Ik ga zeggen, Horvath wint dat. Dan hebben we Darren Webster die via een qualifier heeft zijn plaatsing heeft gekregen. Tegen Niels Sonneveld. Ik heb echt nauwelijks iets van hem gezien. Hij was best wel goed in de Players Championship Finals. Maar Darren Webster voor mij. Oh, dit is een hele lastige. Even kijken. Sonneveld of Webster. Weet je wat ik doe? Gewoon omdat ik het een klein blij mannetje vind. Darren Webster. Nou, dit is niet zo moeilijk. De Indian Qualifier. Überhaupt was hij geen eens de qualifier. Hij was een finalist. Maar vanwege dat die andere dapie, ik weet niet precies hoe die heette. Jiwa volgens mij. Even kijken hoe die heet. Aangezien hij gedisqualificeerd is vanwege dat hij aan het betten was tegen op zijn eigen wedstrijden. Waardoor hij expres slecht ging spelen bij de Mode Super Series. Mocht hij niet meedoen. Dus Bhav Patel is dan meegegaan. Maar William O'Connor, iedereen kent hem. Die gaat het winnen. Dan hebben we, dit is echt een spicy eentje. Het is Frankrijk tegen België. Het is Van der Bogaarde tegen Tricol. Ik vind Tricol echt totaal niet goed. Ik moet eerlijk zijn. Hij heeft zich misschien geplaatst. Eerste Fransman die zich geplaatst heeft. Maar Mario van der Bogaarde. Ik heb hem tegen Van Gerwen zien spelen. My lord. Ik vond hem best wel goed. Ik heb hem tegen de Dekker gezien spelen. Hij gaat dat winnen. Dan gaan we naar de volgende. Richie Edwards tegen de blijkbaar zweet Jeffrey de Graaf. Ik vind Edwards. Ik heb de Graaf gezien. Ik vind hem ja, prima. Maar Edhouse die vond ik echt stukken beter. Dus ik ga sowieso voor Edhouse. Dan gaan we voor de qualifier Owen Bates. Oftewel Master Bates. Humor. Tegen Steve Lennon. Steve Lennon. Ik vind hem echt totaal niet in vorm. Dus ik geef hem aan Owen Bates. Jamie Hughes tegen de Canadees David Cameron. Dat is lastig. Ik vind Jamie Hughes zo'n vervelende speler. Hij is altijd als ik kijk is hij fucking slecht. Oh, dat was voor mij vorig jaar was het tegen Hendricks. Oh, wat een kutwedstrijd was dat. Dus ik ga hopen en ik denk dat het David Cameron wordt. Jim Williams tegen Mathieu is voor mij. Was dat niet. Die kwam uit echt zo'n random land, dacht ik. Voor mij Iran of zo. Of heb ik dan nou. Even kijken. Mathieu Darts. Gaan we even kijken. Ja, Guyana, dat was het ja. Wint Jim Williams. Jim Williams veel te goed. Dan gaan we naar Szyganski tegen Kantelen. Ik vind Kantelen totaal niet in vorm. Doet het prima op de modus. Maar voor de rest, Szyganski gaat dat dik winnen. Campbell tegen Illegan. Dat is een big ouch, maar dat wint Campbell. Christian Kiss tegen Littler.
Ja, weet je, ik ben niet fan van die hype voor de jongste, maar tegen Christian Kist. Ik denk dat die Luke Littler dat wel wint. Connor Scott tegen Kachuk. Kachuk en Scott. Ze waren beide best wel in vorm volgens mij. Kachuk had een fucking hoge average in 2K, maar dat betekent niet dat hij dat nu gaat hebben. Scott daarentegen heeft een finale gehaald. Dus weet je wat ik ga zeggen? Dit is een moeilijke. Dit is een hele moeilijke. Ja. Waar zet ik jou in? Scott of Kachuk? Scott. Fuck it. We doen Scott. Ik heb het even gekeken. Het is inderdaad Prakash Jiwa die won, maar uiteindelijk gedisqualificeerd is. Dan gaan we nu naar Zhao Shengzong tegen Mickey Mansell. Wint Mickey Mansell, no doubt. Dan Keegan Brown tegen Kritschmar, wat fucking moeilijk is. Ik hoop Keegan Brown, maar ik denk Kritschmar. Alhoewel. Weet je wat ik ga zeggen? Keegan Brown. Hij deed best wel goed tegen Price. Hij had toen gewonnen. Hij deed echt heel slecht in het begin, maar daarna pakte hij het op. Ik denk dat hij dat ook weer gaat doen. Whitlock tegen Nebrida. Whitlock, Nebrida, voor mij Zuid-Afrikaan, dacht ik. Gaan we ook even opzoeken. Paolo Nebrida. Ja, ik ken al die qualifiers niet. Ik heb dat niet gezien. Filipijnen. Oh, nou ja. Bijna goed. Nee, dat wordt Whitlock. Ik hoop Whitlock, want dan gaat hij tegen Anderson. Dat is veel leuker. Oké, dit is wel een Zuid-Afrikaan. Renato Rivera. Tegen Keen Barry. Die jonge gast. Of is dat ook een... Is het ook een Filipijn? Wacht, ik heb het opgezocht. Het is ook een Filipijn. Verdomme. Keen Barry, fuck you. Omdat jij een Filipijn bent. Nee, dat is een leugen. Keen Barry vind ik gewoon veel beter spelen. Veenstra tegen Ben Rob. Veenstra. Ik vind Veenstra fucking goed spelen. Vergeleken met Ben Rob. Slevin, Hempel. Oh, dat is een lastige. Maar ik zeg Slevin. Slevin heeft voor mij maakt zijn debuut. Maar ja, ik vind Hempel. Ik heb hem zo weinig gezien. Dan de Amerikaanse Spelman tegen Joyce. Joyce is echt fucking erg in vorm. Die heeft nog een tour gewonnen. Williams tegen Muramatsu. Muramatsu vond ik wel oké spelen tegen Nopper toe. Maar hij heeft verloren. Ik denk dat Williams, ook al heb ik hem niet veel gezien, denk dat hij dat wint. Dan Fallon Sherrick tegen Wattimena. Ik ben beide gewoon geen fan van hun. Wattimena vind ik echt zo'n spoiled brat. Die echt, oh, ik verlies, dus ik krijg mijn zin niet. En dan janken en zo. En Fallon Sherrick, ja, Poe Greaves is zoveel beter. En zij is zo, ja, ze heeft gewonnen, ja. En ze heeft een paar mannen verslagen. Maar dan nog, ik vind Greaves zoveel beter. Waarom moet zij nou al die praise krijgen? Maar als ik tussen de twee moet kiezen, zeg ik wat die meen. Ik vind Sherrick echt niet in vorm. Martin Lukman tegen Puha. Lukman, vind Lukman goed. Van Peer Woodhouse vind ik ook een hele lastige. Woodhouse, dat is zo moeilijk. Van Peer, zeg ik. What the fuck? Sandro Erik Sosin? Wie de fuck is dat? Even opzoeken. Anders kan ik natuurlijk ook geen... Wie ben jij? Is dat darts player? Dankjewel. Waar kom je vandaan, meneer? Even kijken. Waar komt hij vandaan? Hij komt uit... Van Lee Evans. Die gaat winnen. Want Lee Evans vind ik best wel goed. Ook Filipijnen! Waarom komt iedereen uit Filipijnen? Oké, we gaan even de World Championship erbij halen. Zo, en dan halen we even de... draw. Zo. We gaan naar de volgende. Dat is Pietreczko tegen Mikuru Suzuki. Nou, we hebben gezien hoe Pietreczko presteert tegen vrouwen. Hij wordt zagrijnig als vak door dat geboel. Dus dat wordt vervelend. Maar ik heb Suzuki dit jaar helemaal niet gezien. En Pietreczko wel. Ik ben groot fan van Pietreczko. Dus we gaan voor Pietreczko. Penhall. Oeh, ik herken die naam. Even kijken. Is dat een Amerikaan, dacht ik. Kijk, waar staat die? Penhall. Even kijken. Oh, dat is een Australiër. Ik herken zijn naam wel. Penhall. Darts. Gaan we het gewoon weer opzoeken. Hij heeft een Wikipedia. Ja, ik herken hem wel. Gaat hij het winnen? Nee, Jules van Dongen is echt veel te goed. Ian White tegen Tomoya Goto. Ian White. Ook al is hij niet in vorm, maakt niet uit. Simon Adams. Fantastisch, wat een leuke speler. Elke keer als hij een leg wint, dan kijkt hij naar zijn handen. Wat echt dom is. Ik hoop dat hij wint. Maar dat moet Ricky Evans wel worden. Steve Beaton tegen Wessel Nijman. Beaton weer in zijn 83ste WK. Gaat hij winnen tegen Nijman? Dat wordt echt. Ik denk dat het best wel close gaat worden.
Ik heb Nijman heel weinig zien spelen. Ik weet omdat hij echt heel jong was toen hij een titel won. Maar voor de rest weet ik er niet zoveel van. Hebben we nou geen Roby John? Wacht even, we hebben geen Roby John. What the fuck? Die is niet... Oké, nou, dat zal wel. Oh, geen Bo Greaves. Oh nee, die is bij de andere week aangegaan. Heel mijn neus verstopt. Dit is een lastige. Ik vind Pieter zo niet goed momenteel. Fuck it, best wel Nijman. Cameron Menzies tegen Rodriguez. Menzies vind ik echt beter momenteel. En Gio van Veen. Want Manlock Lung. Nee, sorry. Gio van Veen is te goed momenteel. Dan gaan we nu met de seats. We gaan tegen Buns tegen Smith. Sorry Buns, maar Smith. Rasma tegen Horvat. Dat vind ik echt een hele lastige. Weet je wat ik ga zeggen? Het is weer Horvat. Ik ben zo geen fan van Rasma. Ik weet niet waarom. Ik vind dat zo chagrijn. Maar ik denk dat Horvat wint. Ik vind hem best wel goed spelen van wat ik zag. Ross Smith, Darren Webster. Ross Smith. Doby is echt fucking in vorm dit jaar. Cross ook. Ed House gaat dit winnen. De Sosa vind ik echt niet goed spelen momenteel. Echt totaal niet. Dus ik ga voor Ed House. Ja, Clayton heb ik ook weinig van gezien. Maar die wint dat wel. David Cameron wordt Retaisky. Ja, oh, dit is ook een hele moeilijke. Ik zeg deze even van Barneveld. Want die vind ik best wel goed spelen voor... vergelijk met andere jaren. Vergelijk met Sakansky. Williams of Wright. Ja, je hoopt uiteindelijk Wright tegen Van Barneveld te hebben. Dat Van Barneveld dat wint. Maar Williams is goed. Maar ik denk niet dat hij presteert. Aangezien hij darten niet serieus neemt. Wright. Wade tegen Campbell. Dat wordt Wade. Ik vind Wade recentelijk heel in vorm. Hij heeft 2 finales gehaald. Ja, dit doet zeer. Ik ben een gigantische Gildy fan. Ik was echt aan het gillen toen die UK Open won. Maar Lidler. Ja, nee, Lidler wint dat. Price tegen Scott. Price. Dolan tegen Menzel. De 2 Noord-Ieren. Dat wordt Dolan. Vind ik redelijk goed spelen. Dan Duivenbode, Keegan Brown. Sorry, Keegan Brown van Duivenbode vind ik echt vreselijk slecht spelen met zijn blessure en wat hij allemaal aangaande heeft. Dat wordt 100% Keegan Brown. Anderson Whitlock. Anderson is altijd het eind van het jaar goed. Dus Anderson, ik ben mijn favoriete darter Anderson. Altijd geweest. Van Gerwen, 100%. Huibrecht Veenstra. Weet je wat ik ga zeggen? Veenstra, fuck it. Ik vind Veenstra goed spelen. Huibrechts, ja, ook wel goed, maar ik denk Veenstra. Slevin van den Berg. Slevin gaat er echt geen experience tegen hebben. Dit is wel een kut eentje. Joyce tegen Bunting, maar ik zeg alsnog Bunting. Want Bunting vind ik echt heel goed spelen. Scott Williams, Noppert is best wel goed. Schindler wint dit wel. Wel jammer dat al die seeds winnen, maar ja, het kan niet anders. Damon Hetta, Lukman. Ja, ik ben geen fan van Hetta. Ik weet niet waarom. Maar dat wordt Hetta. En helaas wordt hier ook een seed. En dat is die. Nou, Humphries, dat gaan we gelijk invoeren. Kellen Ritz tegen Pietrechko. Ik zeg Pietrechko. Joe Cullen, Jules van Dongen. Ik zeg Jules van Dongen. Cullen zo niet in vorm. Dus ik zet Jules van Dongen. Ryan Searle, Ian White, dat wordt Searle, vindt hem goed spelen. Espinol gaat daarna winnen. Daarna Colgurney, daarna Chisnell en Van Veen. Clemens gaat niet ver komen. Volgende wordt Smith tegen Horvat. Ja, weet je wat dat ding is? Ik vind Smith toch wel wat beter dan Horvat momenteel. Maar het scheelt niet veel. Dan is het Chris Doby tegen Smith, dat wordt Doby. Dan Rob Cross, Ed House, ja dat wordt Cross. Retaisky Clayton wordt Clayton. Van Barneveld, Peter Wright. Weet je wat ik ga doen? Ik denk dat tegen een speler zoals Peter Wright, die momenteel best wel goed speelt, ik denk dat er een shocker komt en ik zeg Van Barneveld. Jace Wade, Luke Littler op Wade. Littler gaat daar niks tegen doen. For some reason is Wade best wel goed tegen al die jongsters, zoals Humphries dan weer niet, maar je snapt wat ik bedoel. Price Dolan, dat wordt Price helaas. Keegan Brown, ja, dit is toch wel een mooie kwartfinale of halve finale. Of wat is het? Even kijken, 1, 2, 3. Voor mij is het de laatste 16 zelfs nog. Ja, we zien wel. Van Gerwen. Van den Berg Bunting, dat wordt Bunting. Noppert Schindler, dat wordt Noppert. Hetta Rock, ik hoop Rock, ik denk Rock. Humphries, sorry, Pietrechko.
Dan wordt Searle. We gaan weer tegen elkaar spelen voor de 1000e keer. Aspinall Gurney. Wat een saaie wedstrijd, maar ik zeg die. En dit doet wel zeer. Ik ben bijna gigantische fan van hun. Maar wat ik ga zeggen is... Van Veen gaat dat winnen. Dan gaan we naar de laatste... Even kijken, hoeveel zijn het er nou? Het zijn er voor mij 8. Smith Dobie. Chris Dobie. Die gaat dat winnen. Sorry, maar dat gaat gebeuren. Cross Clayton. Dat wordt Cross. Van Barneveld Wade. Durf ik het? Oh, dit is een lastige. Dit is een hele moeilijke. Wade. Price Anderson. Weet je wat gaat hier? Anderson. Anderson gaat Price verslaan. Dat wordt mijn shocker. Van Gerwen gaat dat winnen. Zeker weten. Josh Rock wint dat. Ja, Humphries. Ik kan wel hierover praten, maar Humphries wint dat 100%. En dan wordt het... Aspinall van Veen. Dat wint Van Veen. Ja, ik vind Aspinall nog goed. Hij heeft een matchplay gewonnen. Ik vind Van Veen ietsje beter momenteel. Dobie Cross. Dat wordt Dobby. Ik kan alleen niet verder kijken. Hallo, laat me even verder kijken. Dankjewel. Zetten we mooi zo neer. Dobie Cross wordt Dobby. Dobby gaat het echt verschoppen. Ik vind hem echt fucking goed. Ik ben niet per se een Dobby fan, maar ik vind hem gewoon heel goed spelen. Dan wordt het Wade Anderson, dat wordt Anderson. Dan Van Gerwen Rock. Dat wordt Van Gerwen. Humphries van Veen. Humphries. Kijk deze toy! En nou hebben we de halve finale. Het is Dobie Anderson tegen Van Veen en Humphries. Ja. Ik vind dit zo geen halve finale. Maar als ik zo kijk, dan vind ik ze beter spelen. Dus ik denk dat ik dit verander naar Cross. Maar ik vind Cross ook niet halve finale waardig spelen. Dus ik weet niet wat ik nou verkeerd heb gedaan. Maar weet je, ik zet het gewoon zo neer. Ik zeg dat Van Gerwen dit met een laatste set gaat winnen. Van Gerwen gaat dit wel winnen voor Humphries. Die is dat al een keer zat. Die is sowieso goed aan het presteren op het WK. En dan Dobie Anderson. Weet je wat ik zeg? Anderson random in de finale. En dan wordt Van Gerwen de winnaar. Alleen ik kan dat niet invullen ofzo. Dus. Anderson Van Gerwen. Dat wordt. Even kijken. Price Anderson. Ah, ik weet niet. Ik zit te twijfelen, want het ding is, Price is... Ja, ik vind Price niet goed. Ik zet het zo neer. Van Gerwen gaat dit winnen. Alleen, ik kan dat gewoon niet neerzetten dat hij wint. Dus ik moet even kijken hoe ik dat doe. Even kijken. Hallo. Waar zie ik dat? Select de tournament winner. Michael van Gerwen. Prediction title. Ja. Ik ga dit invullen. We gaan uiteindelijk na het WK kijken wie of hoeveel ik er goed heb. Dat zou er vast niet veel zijn, want ik ben niet heel erg comfortable met Anderson in de finale. Maar ik denk dat Anderson best wel... Anderson heeft wel een hele moeilijke draw, though. Dobie gaat niet de finale winnen. Of halen. Laat ik Price door. Daar zit ik nou naar te twijfelen. Wat gebeurt er als ik Price doorlaat? Oké. Ik zie het zo niet gebeuren dat Anderson de finale haalt. Maar als ik zo kijk... Price Anderson. Ik zie hem dat zo winnen. Hetzelfde met Wade. Dus wat ik ga zeggen... Is dat dit final is. Ik zet Van Gerwen neer. Van Gerwen gaat dit winnen. Hij gaat zijn vierde titel halen. Ik ga dit invullen en ik hoop dat ik een beetje gelijk heb. Ik hoop dat Van Gerwen gewoon zijn vierde titel wint. En dan zie ik jullie de volgende keer. En ik ga lekker genieten van het darten. Dus tot de volgende video. Maar zo is het voor mij tot de 4 januari volgens mij. Of 3 januari als het goed is. Zal even kijken. 4 januari inderdaad, want het is tot 3 januari. Ik zie jullie dan. Doei!